Ik sta hier in het gemeenschapshuis van Kelpenoder. En aanstaande weekend is hier de boekenmarkt. En ik was heel erg benieuwd hoe dat allemaal gaat met de voorbereidingen. Dat is natuurlijk enorm veel werk. Ze zijn er heel erg lang mee bezig om al die boeken hier gesorteerd te krijgen. Zodat u dit weekend kunt kiezen uit vele, vele, vele boeken. Een jaar of zoveel geleden, ik weet het niet precies, maar toen zijn we begonnen in een hoekje van de kleine zaal. Toen naar het podium hier tegenover en langzaam heeft zich dat uitgebreid. En nu hebben we en het podium en de grote zaal en het kleedlokaal en de kleine zalen helemaal vol. En we hebben plek tekort. Er moeten morgen nog 14 dozen opgehaald worden, maar die kunnen we niet meer onderbrengen nu. Hè? Dus we moeten weer sorteren. We zitten nu al helemaal vol, dus het wordt opgeslagen. En volgend jaar gaan we er weer mee aan de slag. Hè? Dus we direct na de boekenmarkt ruimen we op. En dan komen nieuwe binnen en dan beginnen we eigenlijk in januari beginnen we weer te sorteren en te prijzen. Hè. We moeten al die boeken prijzen, al die boeken sorteren, al die romans op alfabet leggen. Dat ligt hier allemaal maar voor een paar cent, hè? Ja. Wat denk je dan? Jammer, maar wij als organisatie willen ze graag kwijt. En we willen en dat hebben we ook bijvoorbeeld met kinderboeken. Vandaag is de kinderboekenweek begonnen, als we dit opnemen. We willen graag dat mensen lezen. Leij Boers, mijn collega en ik, die dat voornamelijk organiseren, zijn onderwijsmensen. We zijn allebei directeur van een basisschool geweest. En we hebben graag dat mensen lezen. We willen deze cultuur hier van Limburg bijvoorbeeld, die willen we delen met de mensen. Dat de fanfare daar iets aan overhoudt, dat is duidelijk. Dat hopen we ook. Want anders ga ik vakken vullen bij zomaar een supermarkt. Dan verdien ik waarschijnlijk meer voor de vereniging. Maar ja, boeken die dus heel graag gelezen worden, bijvoorbeeld door mensen uit Limburg, die een klein beetje plat kunnen kallen en lezen. Ja, die zo'n boekje voor 80 cent of voor 50 cent kunnen lezen. Van Kal van Uwe van Al en nog meer Kal Uwe van Al. Dat is geen schitterende boeken. We hebben een goed doel voor het oud papier. Vorige maand heeft een trekker met een tractor of een tractor. Hè, gisteren hebben we ze allemaal gezien in Den Haag. Met zo'n hele grote laadbak. Die is 5 keer op en neer gereden naar de oud papierbak. En de opbrengst die is voor de basisschool. En op de basisschool, daar doen wij, de organiserende vereniging, de fanfare van Kelpenoder, mogen daar muziekprojecten doen, we mogen er kopiëren. We hebben er goede banden mee, want ik ben er een paar dagen werkzaam geweest, vroeger. En ik bedoel 34 jaar. En kijk, er blijft best wel veel oud papier over. Eigenlijk duizenden kilo's in jaar tijd. We gaan dat niet zelf ook nog verkopen. Ik bedoel, in een dorp moet je samenwerken. Natuurlijk krijgen we kunstboeken van Jan en Alleman die ons de boeken schenken. Maar we hebben een heel bijzondere collectie gekregen uit een kasteel in Gratum. Meneer Meijerman die is bewoner geweest van kasteel Ten Hove. Hij is in het voorjaar gestorven en zijn dochter heeft ons opgebeld van willen jullie boeken uit de collectie van meneer Meijerman? Ja, natuurlijk. En ja, het zijn wel bijna allemaal kunstboeken. Nou, we zien wel. Nou, we hebben 40 van die dozen gekregen. En die zaten gelukkig niet allemaal vol, want ze zijn loeizwaar allemaal die boeken. Ik zal er eens een paar pakken. Bijvoorbeeld Hollanders in beeld wordt uitgegeven naar aanleiding van tentoonstelling. Of kopstukken. Hij was directeur van Boijmans van Beuningen, hè? Ja, Meijerman was directeur van Boijmans van Beuningen, ja. En dat is zo interessant dat bijvoorbeeld hier Dada, het street art, over individuele kunstenaars, Piet Schoenmakers, een Limburger. De pentekeningen van Luce Baer, de beroemde dichter. De bezoekers van de beurs, komen die ook van ver? Hellevoet Sluis. Oorsbeek, Horst Amerika, mensen die dus aangekondigd hebben dat ze komen. Gasten van de camping hier in het dorp, die dus uit Noord-Holland komen. Ik weet de plaats niet meer. Maar ze komen graag. Maar ze komen echt omdat ze weten dat wij hier voor heel weinig geld heel veel kwaliteit kunnen bieden, komen ze graag.